De vier meisjes werden al weken door de jongens benaderd. Vorige week maandag vertelden ze het hele verhaal aan hun mentor. Nou, die meisjes die zijn daar op ingegaan en die hebben dat contact ergens in het dorp. Dus niet hier vlak voor de deur van de school, maar ergens in het dorp hebben ze dat contact gemaakt. En zijn ook daadwerkelijk een keer meegereden met die jongens. En uiteindelijk wilden ze daar ook weer van af. En dan ontstaat er een situatie dat die jongens ook blijven aandringen. En nou ja, dat verhaal is de school ingekomen en toen is het eigenlijk begonnen. Besloten werd de kwestie meteen hoog op te nemen. Direct werden alle ouders van de school ingelicht. Ouders zijn geschrokken. Ja, ouders die hebben zoiets van, ja, moet ik mijn kind nu thuis houden of moet ik mijn kind brengen en halen? Nou, wij hebben er op dit moment nog geen aanleiding voor gevonden om dat te doen. Alle leerlingen krijgen de komende tijd voorlichting over dit specifieke gevaar van social media. Maar ook ouders moeten in actie komen, zegt ook social media deskundige Maria Genova. Ouders kunnen aan het kind vragen niet alleen hoe was het vandaag op school, maar ook hoe was het vandaag online. De eerste keer dat je zo'n vraag stelt aan je kind, dan denkt het kind waar bemoei je mee. Maar als je die vraag vaker blijft stellen, alsof het iets normaals is, dan neemt je kind je wel in vertrouwen. De politie surveilleert extra rond de school. De jongens zijn niet aangehouden. Er is ook geen aangifte tegen ze gedaan. Er heeft ook eigenlijk niets ernstigs plaatsgevonden. Die meisjes zijn op vrijwillige basis ook ingestapt. En niet allemaal, 1 of 2 hebben dat gedaan. En die zijn ook weer uitgestapt. En in die tussentijd ook heeft er geen fysieke benadering heeft er plaatsgevonden. Dus wat dat betreft is er ook geen reden om aangifte te doen.